van mij echt niet te veel foto's pakken, want ik sta nooit niet goed op een foto. Als je dat meemaakt, en dat zal je zeker en vast meemaken als je fototoestel hebt, dan heb ik hier enkele trucs voor jou om ervoor te zorgen dat die mensen toch goed op een foto pakken. Dus ja, iedereen vindt wel van zichzelf dat die niet perfect is en dat is ook waarschijnlijk niet zo en dat die niet goed pakken op foto's en ja, noem het maar op. Iedereen heeft wel een excuus om niet op die foto te staan. Enkel de fotomodellen onder ons die zullen misschien zeggen van ja, ik vind dat leuk om op foto te staan. Maar over het algemeen, als ik foto's ga nemen, dan zeggen de mensen tegen mij ja, niet te veel van mij, want ik vind dat niet zo mooi. Nu, spontane foto's, dat zijn spontane foto's en ja, daar ga je niet gaan poseren of ga je niet zeggen van je moet een beetje zo of zo doen. Nee, spontaniteit, dat is gewoon zo. En als je dan vindt dat je mooi op een foto staat of niet, ja, dat hangt een beetje van de situatie af. En zo zijn er natuurlijk wel honderden momenten wanneer dat ik gefotografeerd was en dat dat niet mooi is. Maar ik heb hier wel enkele tips voor jullie die jullie kunnen zeggen of zelf toepassen om toch mooier op een foto te staan. En het zijn echt heel simpele tips die iedereen kan toepassen. Dus ik ga beginnen met de eerste. En de eerste is voornamelijk voor mensen zoals ik met misschien een kilootje te veel. Maar ik heb wel eens een keertje last van deze kin hier, van de dubbele kin. Nu, als ik op foto sta, dan kan ik dat op twee manieren doen. En ik ga een beetje overdrijven natuurlijk. Je kan zo achteruitleunend staan en dan zie je hier die actie al gebeuren. Of je kan ervoor zorgen dat je je schouders naar beneden doet en je hoofd zo hoog mogelijk. Dus je ziet hier, ja, ik heb nog altijd wel een beetje, maar door gewoon mezelf wat groter te maken, dan zal je jouw hals en hier zal allemaal een beetje strakker zijn. En dan heb je nog een extra trucje. Als je dan een beetje de kin naar voren doet en toch proberen je kraan, het topje van je hoofd, alsof dat aan een rekkertje hangt, dat je dat omhoog doet. Dus je maakt jezelf groot en een beetje voorover. En dan zie je hier mijn kin, ja, ik kijk een beetje naar boven, want dan zie ik het in mijn schermpje. Hier mijn kin, die zal een beetje verdoezelen wat er hier achter is. Dus ik maak mezelf zo groot mogelijk. Maar als ik zo groot mogelijk maak, dan zie je hier nog steeds mijn dubbele kin. Maar als ik een beetje voorover ga buigen, dan heb je dat niet meer. Dus als je mensen fotografeert die echt last hebben hiervan, van een dubbele kin, ja, zorg ervoor dat ze zichzelf zo groot mogelijk maken en dat je eventueel ze een tikje, dat hoeft niet veel te zijn, naar voor kan laten leunen. Dus je kin naar beneden een beetje, naar zo voorover leunen en dan zie je hier, zie je al veel minder. Je moet natuurlijk wel oppassen dat je niet gaat overdrijven. Dat je niet mensen hebt staan die zo op de foto staan. Nee, het is echt gewoon heel simpel. Relax, schouders naar beneden. Je hoofd, vooral de kruin hier, omhoog doen. Zo groot mogelijk maken. En een beetje naar beneden. En dan zal je merken dat je veel vaker een mooie foto hebt. Daar vergt wel een beetje oefening in. Dus als je dat van op de hoogte bent en je zegt tegen mensen, ja, doe dat een beetje zo. Ja, sommigen reageren daar heel raar op en die doen van alle dingen. Dus oefen daar een beetje mee. Oefen daar zelf eens een keertje op in de spiegel. En leid mensen zo naar dingen. Als je merkt dat het echt niet lukt, laat ze dan gewoon relaxed staan. Maar zeg gewoon dat ze het moeten proberen hun hoofd, hun oren, zo hoog mogelijk of zo ver mogelijk van hun schouders krijgen. Dus niet overdreven, maar gewoon proberen zo groot mogelijk te maken. Dus dit is mijn eerste tip. En die tip die helpt echt voor mannen en vrouwen. En echt waar, die doet wonderen. Dus zo groot mogelijk maken. De tweede tip, dat is het lachen. Je wilt gewoon geen cheese lach hebben. Je wilt niet de hebben. Dat is niet mooi. Als je zo'n lach hebt met je kinderen of met familie, veel mensen die zeggen al vanzelf spaghetti of cheese, dan moet je gewoon zeggen, nee, niet doen. Ik heb liever altijd dat mijn model of de mensen die ik fotografeer, dat ze niet lachen, dan dat ze die cheese lach hebben. Als ze die cheese lach hebben, dan weet je gewoon, dat is gewoon niet mooi. De echte truc daarin is om ze natuurlijk echt te laten lachen. Dus hoe kan je echt lachen? Dat is door zelf luidop te lachen. Dat is en dan de foto nemen. Dus die lach, die luidop lachen, als je dat vraagt aan je mensen die je fotografeert van allee, lacht eens een keertje luidop, dat vinden ze nog altijd heel awkward. Maar het is na dat rare gedoe dat ze echt denken van oh my god, wat was dat? En dan zal je merken dat net daarna dat die echte lach tevoorschijn. Dus wat doe ik meestal? Ik zeg tegen mensen, allee, lacht eens echt een keer hardop lachen.
En dan, net dat ze gedaan hebben met lachen, dan die foto nemen. Als je ze dan nog eens een keertje zo ver kan krijgen om een klein beetje groot te maken en zo, dan heb je echt een spontane lach. En als je zo gaat fotograferen, dan zal je merken dat je echt, ja, ik neem altijd aan veel foto's, dat je daar ook tussenin, dat je daar echt leuke foto's in hebt. Die momenten dat ze echt lachen, sommigen kunnen dat gewoon goed. En als je dan die foto neemt, dan zal je merken dat echt, ja, dat je die spontane lach verkrijgt. Dus de tweede tip is gewoon spontaan laten lachen en dan een foto nemen. Een bonus tip, als je een koppeltje fotografeert en je wil ze laten kussen, die kus zelf is ook vaak niet echt de moment dat je moet hebben, maar het is vaak die moment net na die kus, dat ze kussen en ze lossen terug van elkaar, die moment, dan, ja, dan vergeten ze vaak eventjes van waar ze zijn, want ze hebben net een romantisch momentje meegemaakt of ja, er is toch iets speciaals, zo'n kus. Dus net na die kus, net nadat ze daarmee gedaan hebben, was ook weer net hetzelfde. Dus wil je een romantische foto hebben, dat is een beetje met de lachen te maken, wil je een romantische foto hebben, zeg gerust dat ze eens een keertje met elkaar kunnen kussen. En die kan je natuurlijk ook fotograferen. Misschien is het een mooie kus en kan je ze zo al vastleggen. Maar het is vaak die moment net daarachter, dat ze het net loslaten. Dat is een extra trucje, maar het heeft een beetje hetzelfde als met een lachje. Zo net de moment na, dat is het moment dat je moet hebben. En dan kom ik op de derde truc. Natuurlijk, lachen of hoe je jezelf moet houden, is niet altijd heel gemakkelijk. En als je mensen gaat fotograferen, dan moet jij als fotograaf, moet je ze een beetje gaan sturen met hoe dat zij moeten gaan staan of hoe dat je dat kan voor zorgen dat ze zo mooi mogelijk op een foto staan. Maar ook voor jezelf, als je later eens een keertje op de foto gaat staan, ja, hoe hou je jezelf? Je ziet het vaak zelf wel door je schermpje, maar hoe moet je jezelf houden? Dat is ook weer oefening. Je kan gewoon thuis voor de kleerkast waar je een lange spiegel hebt, kan je dat gewoon gaan oefenen hoe je het beste kan staan. Er zijn heel veel mensen die zo gaan staan met hun armen over elkaar, maar dat is eerder een defensieve look. Maar ja, hoe moet je dan gaan staan? Dat kan je gewoon oefenen. Ook die lach zelf, als je zegt van oké, ik moet lachen op de foto of ik weet dat ik foto's moet gaan nemen of dat er genomen worden van mij, oefen gewoon eens een keertje in de spiegel jouw lach en je zal merken, al die trucs met dat hardop lachen of met dat nep lachen of met jouw kin zo'n beetje houden, dat kan je allemaal gaan oefenen en dan weet je gewoon oké, zo moet ik gaan staan. En als je dat al eens een keertje gedaan hebt, dan zal het ook veel gemakkelijker gaan. Dus ga zelf gewoon eens voor de spiegel staan of zeg dat tegen de personen die je gaat fotograferen. Ga eens voor de spiegel staan en kijk zelf eens een keertje hoe jij het mooiste op foto staat. Misschien vind je wel dat je zo het mooiste op een foto staat, maar misschien kan je eens een keertje gaan kijken waar hou je je handen. Doe je ze in de broekzakken? Doe je ze achter de rug? Een beetje als communicantje voor je het lichaam? Er zijn zoveel verschillende poses en probeer ze gewoon eens een keertje uit. Dus als je echt gaat fotograferen of je weet dat je op de foto zal staan, bijvoorbeeld met een huwelijk of zoiets, oefen gewoon eens een keertje voor de spiegel hoe jij het mooiste lacht. Hoe jij kan lachen met je mond open, hoe jij kan lachen met je mond gesloten, hoe je jezelf kan houden, hoe je een beetje moet kijken en hoe je moet gaan staan. Dus al die trucs, dat is allemaal perfect mogelijk op voorhand. En ik meld dat ook aan mijn cliënten. Als ze een fotoshoot komen doen met mij, dan zeg ik vaak, oefen eens een keertje op poseren. Nu, kindjes, dat is iets anders. Die kan je niet zo hard gaan pushen in een bepaalde pose. Dan moet je proberen zo casual mogelijk en zo leuk mogelijk te zijn. Dus bij kindjes is het eerder een interactiegeval. Dan moet je proberen de kindjes aan het lachen te brengen tijdens die fotoshoot. En dan zal je merken dat zij, ja, makkelijker gaan lachen. Als je binnen fotografeert, dan heb je niet zoveel speelruimte. Maar buiten zeg ik heel vaak tegen kindjes, loop eens een keertje naar daar en terug en dan geef een high five en gaat dan bij uw mama en papa staan en dan neem ik een foto. En dan, ja, kindjes lopen gewoon graag, dus laat die maar wel lopen, laat ze naar jou komen, high five geven of doe een beetje zot. Hoe zotter, hoe beter. En dan zal je merken dat die kindjes dan een eerder casual pose hebben, een relaxe pose. Ze vertrouwen jou wat meer en ga je dan natuurlijk die mooiere foto's nemen. Voilà, dat waren mijn drie en extra tipjes over het poseren van mensen. Het is vooral over het gezicht dat ik nu heb gehad. Natuurlijk het poseren zelf, hoe je jezelf moet staan. Maar dus vooral hoe je je nek en je dubbele kin en hoe je zo smal mogelijk lijkt. Kan eigenlijk voor iedereen, maar degene met een kilootje meer zullen daar
heel dankbaar voor zijn. Dan de tweede tip was gewoon echt luid op lachen in de camera. En net na die lach, dan is de moment daar voor de foto. Bij de kus was dat dus ongeveer hetzelfde. En het derde was gewoon oefenen in de spiegel. Zeg tegen jouw modellen of voor jezelf, oefen gewoon eventjes in de spiegel. Dat hoeft maar 5 minuutjes te zijn, de dag op voorhand of die ochtend. En oefen dat gewoon eens een keertje en dan weten de mensen al een beetje beter hoe zij op de foto moeten staan. Zo, dat was mijn video voor vandaag. Ik hoop dat je hem waardevol vond. Ik hoop dat je deze trucs ook echt kan toepassen wanneer je mensen gaat fotograferen. Als dat zo is, als je hem waardevol vond, dan moet je het zeker maar laten weten in de comments hier beneden. Volg je mij nog niet, dan kan je dat ook eventjes doen. Gewoon eventjes abonneren op dit kanaal. En je kan natuurlijk altijd naar mijn Instagram of Facebook pagina gaan om andere tips en tricks van mij te volgen. Ik zie jullie graag terug in een van de volgende video's. En goed fotograferen en tot dan. Bye bye.